Al eeuwen leven de inwoners van Zeeland met de zee. Soms neemt ze, maar meestal geeft ze. Voedsel, plezier, schoonheid. Maar vooral geeft ze ons dat bijzondere Zeelandgevoel. Een speciaal gevoel dat ook vele kunstenaars naar Zeeland trekt. Ik denk dat Zeeland bij kunstenaars echt beroemd is vanwege het zogenaamde Zeeuwse licht. En degene die daar verreweg het meeste mee geassocieerd wordt, dat is Mondriaan. En de meeste mensen kennen Mondriaan van de vlakjes en de vierkantjes en zo. Maar hij is begonnen als figuratief schilder. En hier in Zeeland heeft hij heel erg veel geschilderd in de open lucht. Dus de duinen, de zee, maar ook bomen. En eigenlijk zie je hier al het begin van de overstap van dat hele figuratieve naar het abstracte. Je ziet hier al heel mooi die horizontale en die verticale lijnen in zitten, waarbij die dat opdeelt in vakjes. Maritieme kunst is al vele eeuwen een uitingsvorm. In het Zeeuws Museum hebben ze dan ook een uitgebreide collectie. De zaal waar we nu in staan, die heet de Zaal Zee. En toen we hiermee bezig waren met inrichting, kwam natuurlijk het idee op om dan ook iets met schelpen en met zand te doen. Maar ja, dat is niet zo fijn voor de collectie. Dus toen kwamen we op het idee om een kunstenaarscollectief te vragen, dat heet We Make Carpets, om voor ons tapijten te maken met schelpen. Dus we zijn met een groep vrijwilligers van ons het strand opgegaan, hebben de scheermessen gezocht, de kokkels en daarna zijn ze met z'n allen in Neeltje Jans gaan eten, lekker veel mosselen. En die mosselen hebben ze weer mee teruggenomen en dat is het derde tapijt geworden. De zee neemt, maar meestal geeft ze. Kunstenaar Inge de Groot weet dat maar al te goed. Zij haalt haar inspiratie door het strandjutten. Eigenlijk ben ik gefascineerd door alles wat verweerd en vergaan en heel oud is. En die paalhoofden die staan er al zo lang als ik als kind al op het strand kom. Staan ze daar echt als een soort monumenten staan ze op het strand. En als je de bovenkant van die paalhoofden ziet, dan zie je echt de groeven en de nerven. En het oude zie je erin, helemaal aangetast door de tand destijds. Het fascinerende is dat er altijd in beweging is. Het is altijd dynamisch. Wat voor dag je ook komt, iedere dag dat je gaat is het helemaal anders. Het licht is anders, de tij is anders, de kleuren van de zee zijn anders. En wat je vindt is anders. Het is altijd een bron van inspiratie. Het liefste vind ik dit soort stukken hout. Die helemaal eigenlijk zie je alleen de noesten nog en het helemaal uitgesleten. Je ziet eigenlijk een hele mooie vorm erin. Dus dat vind ik wel het liefste. Maar helaas vind je tegenwoordig ook stukken plastic overal. En hier is een fles Dreft, gaat echt lang mee, staat erop. Maar als je het jaartal ziet, dan zie je het jaartal 1985 tot 1986. Dus zo lang drijft het al ergens in onze natuur rond. Soms dan maak ik er lampenkappen van of kunstobjecten of verwerk ik het ook in schilderijlijsten. Zo heb ik ook een lampenkap gemaakt van allemaal draadjes vispluis. En dat is met knoopjes en dat noem ik dan aandachtspunten. Dus als je daar een lampje in schijnt, dan zie je echt die soep drijven in de lampenkap. Dus dan is het eigenlijk wel een kunstwerk, maar eentje met een trieste boodschap. Ook Dieneke Delst van Zeeuwsblauw hergebruikt afval. Oesterschelpen die overblijven van de oesterhandel, geeft zij op een creatieve manier een tweede leven. Ik doe elke oester zelf opensteken, schoonmaken, nog een keer schoonmaken, uitluchten. En dan beschilder ik de oesters met blauw en met goud soms. Zeeuws Blauw bestond eigenlijk al. Dat was een stichting van Tjuko Parlevliet die het heeft bedacht. Toen ze een pauzeopdracht moest doen voor een congres in Rotterdam.
toen heeft ze dus als opdracht de oesters beschilderd. En zo is het eigenlijk begonnen. Ik ben geboren aan Grevelingen. Ik denk dat we 5 minuten moesten fietsen. En ik ging altijd met mijn vader oesters en mosselen halen uit het water om te eten. En toen ik Djoeke dit zag doen, dacht ik, ja, dat vind ik echt fantastisch. Dat wil ik ook doen. Het is eigenlijk een restproduct. En dat is het mooie ervan. Dat gaat of weer terug de zee in of ja, het heeft eigenlijk weinig, het dient weinig nut. En wij mogen het een tweede leven geven op deze manier. Eeuw in, eeuw uit. Generaties lang genieten al van vele kunstenaars die hun inspiratie haalden uit Zeeland. Met de zee, door de zee en van de zee zullen ook toekomstige generaties dat bijzondere Zeeuwse vrijheidsgevoel blijven ervaren.